Merci, tu m'en mets. Grappeur. Niet erop, niet erop. Oh, steen, steen. Opheffen, opheffen. Waar is Roger? Ja, Roger. Onze taak van het commando omvatte dus het bepalen indien er munitie zat in het wrak. Dus er waren natuurlijk al rapporten dat er een soort munitie in zat, maar om te bepalen welke munitie dat erin zat, om eventueel te bepalen de hoeveelheid munitie die erin zat. En dan in een derde plaats om te kijken hoe dat we eventueel die munitie konden verwijderen uit het wrak. Wat hebben jullie tot nu toe allemaal gezien? Wel, tijdens onze duiken dat we uitgevoerd hebben, en we gemerkt dat er twee soorten munitie aan de oppervlakte waren, dus aan de, op dek eigenlijk, en gemakkelijk zichtbaar. Deze munitie bestond uit enerzijds dynamiet, dynamietstaven, nog in een verpakking, en ook gun cotton. Gun cotton is een springstof dat de Engelsen gebruikt om vernielingslading mee te maken, om bruggen te vernietigen. Dus deze munitie was vrijelijk op dek te bespeuren, dus dat hebben we ontdekt. We hebben verder geen ander soort munitie ontdekt tijdens onze duiking. Hoe waren de omstandigheden om hier het wrak te onderzoeken? Op zich waren de omstandigheden goed. De diepte was heel geschikt om te duiken, dus we hadden geen probleem met decompressie. De zichtbaarheid was goed. Het wrak is gemakkelijk bereikbaar, ligt niet zo ver uit de kust.
Dus in die zin hadden we geen praktische probleem om ons onderzoek te doen. Het enige probleem dat er wel bestond, is dat het wrak eigenlijk voor een groot stuk bedekt is met slip en sediment. Zodanig dat iedere beweging die de bodem beroert of die verstoort, dat er slijkwolken boven komen en dat we dus op dat moment, zeker omdat er niet veel stroming is, dat we dus een tijdje niet kunnen werken, omdat we dus geen zichtbaarheid meer hebben. Als er beslist wordt om de munitie eruit te halen, hoe kan dat dan gedaan worden? Wel, er zijn volgens ons inziens natuurlijk, er zijn twee mogelijkheden. Oftewel wordt de munitie verwijderd onder water. Nu, onder water munitie verwijderen, terwijl dat er zoveel slip en zoveel, dus zeker 2 meter minimum, slip in het ruim zit. Dus onderwater munitie verwijderen impliceert het gebruik van dus professionele machines om het wrak volledig vrij te maken, voordat we kunnen verklaren dat er geen munitie meer in het wrak ligt. Nu, de tweede optie of denkpiste dat zou kunnen gevolgd worden, is het wrak lichten met gespecialiseerd personeel ter plaatse, zodanig dat eventueel aan de oppervlakte het wrak kan vrijgemaakt worden van munitie. Nu, beide opties hebben hun voor- en nadelen, die voornamelijk kosten-batenanalyse zijn natuurlijk. Maar beide opties zijn volgens ons mogelijk. Wel, de missie die op deze tijd gebeurt door de Belgische Navy, is vooral bedoeld om na te gaan hoeveel en welke soort van munitie aan boord van het wrak van de Belgica ligt. Tot op heden wisten we wel dat er munitie aan boord was, maar we wisten nog niet hoeveel. En we weten ook niet of die gevaarlijk is, ja of nee. Vooraleer het rest van het wrak te kunnen lichten, moet die munitie eruit gehaald worden. En daarom is onze Belgische Navy hier aanwezig met de ontmijners van Dovo Meerdal om na te gaan hoe en op welke manier deze munitie kan verwijderd worden. Ja, wat verwacht je als ze naar boven komen? Ik hoop dat onze Belgische mannen dat ze met goed nieuws komen. En dat we dan onmiddellijk kunnen met de volgende fase starten. Dus het verwijderen van de munitie en het lichten van het wrak en het terug naar België brengen. Willy Versluis, wat is precies de bedoeling van heel deze operatie hier? De bedoeling van deze operatie is nagaan hoeveel en welke soort munitie aan boord van het wrak van de Belgica is. En waarom? Wel, het is noodzakelijk dat die munitie verwijderd wordt vooraleer dat we de rest van het wrak kunnen naar boven brengen. Wij zullen het willen in zijn geheel lichten en terug naar België brengen. Waarbij verwachten dat we uiteraard positief nieuws krijgen en dat die munitie zal kunnen verwijderd worden zo snel mogelijk, zodanig dat we het wrak kunnen lichten en het monument naar België brengen als maritiem erfgoed. Ja, we hebben Maas bij ons. En we het truitje van Maas erbij. Ja. Is het klaar? Ik wel, ja. Doe maar. Wat komen jullie hier precies doen? Onze opdracht van het commando was om te kijken indien er op het wrak van de Belgica, indien er daar munitie was, voor de munitie te identificeren en eventueel de mogelijkheid te onderzoeken om de munitie uit het wrak te verwijderen. En wat hebben jullie tot nu toe gezien? Wel, we hebben ondertussen verschillende verkenningsduiken gedaan en de zichtbare munitie die zich dus op het bovendek, die niet meer bestaat, maar die dus op het schip zich bevindt, bestaat uit enerzijds dynamietstaven, nog in hun verpakking, die in de kisten zitten. En ook guncotton, die een springstof is dat de Engelsen gebruikten om vernielingslading mee te maken. Hoe kan de munitie, of op welke manieren kan de munitie eventueel naar boven gebracht worden? Wel, voor het wrak veilig te lichten zijn er volgens ons twee opties. Dus de ene optie is de munitie volledig onder water te verwijderen door een gespecialiseerd personeel. Maar het probleem natuurlijk is onder water munitie uit een wrak lichten die volledig toegeslipt is, brengt veel zwaar materieel en heeft zijn eigen moeilijkheden. De tweede optie is het wrak lichten met gespecialiseerd personeel aan de oppervlakte en daar de munitie eventueel uit het wrak verwijderen op een veilige manier, zodanig dat dan verder het wrak kan. Wat was er mee wel een doen eigenlijk? Ja. Nog één vraagje.
veel mensen vragen zich af, als die munitie al zo lang onder water ligt, kan dat dan nog wel gevaarlijk zijn? Ja, munitie is per definitie altijd gevaarlijk. Onder water kunnen we wel zeggen, als de munitie zich onder water bevindt, is de munitie relatief ongevaarlijk. Het moment dat dergelijke munitie boven komt en ze wordt te lang gedroogd, zodanig dat er kristalvorming eventueel optreedt, dan is er zeer degelijk wel een gevaar voor de mensen aan de oppervlakte. Nu, wanneer dat gebeurt of hoe lang dat duurt voordat die kristalvorming optreedt en zo, dat moet nog verder onderzocht worden. En dat zal zeker een deel uitmaken van het rapport die zal opgesteld worden. Oké, super. Le but de cette mission était de déterminer de confirmer la présence d'explosifs à bord de l'épave du Belgica, d'en déterminer la nature et si possible la quantité. Et qu'est-ce que tu as vu ? On a retrouvé de l'explosifs en grande quantité, plusieurs sortes d'explosifs, des charges de sabotage, d'explosifs en vrac qu'on appelle ça, qui sont répartis sur une grande partie de l'épave. Wat zijn de mogelijkheden om eventueel de munitie naar boven te halen? Pour remonter les munitions, il y a en gros deux options. Soit on utilise les plongeurs des mineurs qui font leur travail sur le fond. C'est un travail de longue durée, parce qu'il faut pas mal de moyens techniques pour dégager toute la boue qui se retrouve, la vase qui se retrouve sur les munitions. La deuxième option, évidemment, c'est de d'abord remonter l'épave et d'avoir du personnel spécialisé en surface qui ferait le tri des explosifs pour ensuite les conditionner pour le transport. Veel mensen vragen zich af, als die munitie al zo lang onder water ligt, is dat dan nog wel gevaarlijk? Les munitions, comme l'explosif, sont des produits qui restent dangereux. Même après autant de décennies, on a remarqué que ce sont des produits qui restent dangereux, c'est-à-dire qu'une fois que dans ce cas-ci l'explosif serait séché, il est toujours prêt à être utilisé et dangereux donc. Wij zijn gevraagd om het Belgisch leger te volgen en te filmen. Zij zijn momenteel de Belgica aan het beduiken en bekijken welke munitie er aanwezig is en of deze wel of niet kan verwijderd worden. Het is hier natuurlijk redelijk koud, het is 10 graden. Het zicht is heel slecht. Het Belgisch leger maakt heel veel stof onder water. Zij stampen overal, zij graven in het wrak, wat het voor het filmen natuurlijk heel moeilijk maakt. Dus ja, het is veel uren duiken, proberen voor en in het water te zitten, na en in het water te zijn. Maar momenteel lukt ons dat wel om de juiste beelden te schieten. Ja, schrik mogen we in principe niet hebben. Het Belgisch leger stelt ons redelijk gerust dat het onder water geen enkel gevaar met zich meeneemt. Maar als je al die dozen munitie daar ziet liggen, dan heb je er toch wel je bedenkingen bij. Maar we zullen maar het volste vertrouwen in het Belgisch leger hebben, denk ik dan. Hé? Nee. Wat doe je toe? Zie je Oké, zo minimum. Ik hoop allemaal aan mijn plastic, hè. Ik ga nu die gewoon uitleggen, hè. Dat is lekker. Dat is lekker.